Sorry. En dan heb je ook nog vrouwen enigma. Dat is een eigen uitvinding. Dat is Lorette Onklinks. Ja. Ja, maar ik vind dat een enigma. Kijk, Lorette Onklinks is al 30 jaar minister en ik krijg er nog altijd mijn vinger niet achter. Ik weet nog altijd niet wat dat moet met die vrouw. Hè. Ik weet het niet. Dat is zo'n rare madame. Zo altijd koket en zo, maar... Is u dat ook nog niet opgevallen? Als ze dan zo naar een camera wandelen. Kijk, je ziet dan zo een hoop rimpeltjes afkomen. En... Ja, maar dat is niet erg. Ik bedoel, er kan iets aan gedaan worden, chef. Ja, voilà. Hey, maar ik heb dat zeer duidelijk gezien bij de begrotingsbespreking. Je zag zo Lorette Onklinks zo afkomen zo, en dan opeens zo... En zonder enige reden, zo'n seconde later... Maar die heeft dat moeten hier op letten. Die kan zo opeens zo... Je ziet daar dan zo van om de hoek komen aan de wedstraat. Hè? En dan is ze echt zo... Alsof dat dan een zenuwtrek is of iets. Hè? Dat is toch niet gewoon, hè? Vind ik. Ken de Gilles de la Tourette? Allee, ik bedoel niet persoonlijk, hè. Ik bedoel... dat is zo dat het dan ongecontroleerd zo begint te fucken. En dan... wel, Onklinks heeft juist tegenovergesteld. Zo, dus, dat is het syndroom de la Lorette. Ja, maar Marguerite Hermans zegt dat ook, maar dat is met klanken. Zo. Maar die Lorette Onklinks, ik vind dat echt een enigma, die vrouw. Ik moest eraan denken, ik dacht, ze is 30 jaar minister. En bij die begrotingsbespreking, zoals al de vicepremiers dan zo continu bij die roepen moeten zijn, dan slaagt ze er na 30 jaar nog altijd in om zich totaal ongemakkelijk te kleden. Onklinks. Ze staat er dan zo, maar ze komt dan zo afgewandeld met zo'n pak plastic mapjes op haar arm. Zo, en met schoenen die net iets te hoog zijn voor haar. En dan met zo'n sjaal die altijd heel ongemakkelijk zit. En dan loopt ze zo naar die camera's en dan...